een gevaarlijke tegenstander. Ja, Prins is duidelijk beter dan andere jaren. We hebben nieuwe jongens erbij gekregen en dat zie je gelijk terug in uitslagen. Ze hebben 4 wedstrijden gewonnen. En 3 keer nip verloren van ploegen die ook boven niet meedraaien. Dus Prins is wel een andere ploeg dan de afgelopen jaren, dat is duidelijk. Nou, we zijn eigenlijk al heel tijd bezig aan het fine-tunen en dat gaat heel seizoen door. Je past nog steeds kleine dingen aan. Of dingen die nog niet helemaal lopen zoals je het wil, die ga je extra trainen. Daar zijn we continu mee bezig. Op dit moment doen we niet heel veel nieuwe dingen. Proberen we vooral hetgeen wat we doen zo goed mogelijk te doen. Ik denk dat het vorige week een mooi voorbeeld was dat de jongens blijven hangen in Groningen en daar een leuke weekend met z'n allen hebben gehad. Je merkt het alles dat de sfeer in het team buiten gewoon goed is.
genoten. Ik heb echt genoten. We hebben echt heel erg goed gespeeld. En, Op alle fronten hebben we ze weggespeeld. Ja, defense, offense, inzet, inzicht. Schot viel heel goed vanavond. Dat helpt natuurlijk ook altijd mee. Maar ja, goed. Natuurlijk heb je wel een fase, tweede helft, dat het even wat minder is. Je wist het ook wat anders misschien. Dat was samenstelling in het veld gehad die ik nog niet eerder heb gehad. Maakt allemaal niet uit. Iedereen heeft gewoon tot laatst toe gewoon doorgespeeld. En, ja, ik heb gewoon genoten. Ik heb echt gewoon genoten. Niemand op de bank wil je er niet in hebben. Nee, het is echt heel lastig kiezen. Want eigenlijk, we hebben een aantal mensen in bloedvorm. En we hebben een aantal mensen in vorm. En we hebben een aantal mensen die gewoon goed zijn. Dus ja, wie je ook kiest, zeg maar, iedereen levert gewoon zijn bijdrage. En iedere wedstrijd doe je er gewoon weer 3-4 tekort, bij wijze van spreken. Maar toch zie ik geen onvrede. Nee, ik denk het ook niet. Ik denk dat we het zich op een goede manier verdelen. En natuurlijk zijn we als wedstrijden dat de een meer nodig is dan de ander. Ja, jongens, die spelen gewoon graag met elkaar. Dat plezier spat er gewoon af. Dus mooi. Mooi om te mogen coachen. 7-14. Ja, mooi.